Het is woensdag 6 januari. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Bonden willen morgenavond gaan staken in de Rotterdamse haven. Rotterdam reserveert 3 mogelijke plekken voor een nieuwe Kuip. En schokdemperfabrikant Koni maakt een jaar na de brand een nieuwe start. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Donderdag trekt een actief regengebied van zuidwest naar noordoost over onze regio. In de loop van de middag komen we daarachter en dan wordt het geleidelijk aan overal droog. Temperaturen 8 à 9 graden en eind van de middag, beste kijkers, dan gaat het stevig waaien. Dan draait de wind naar het westen en wordt je langs de kust hard windkracht 7. Tot straks. Stakingen in de Rotterdamse haven zijn onvermijdelijk. De werkgevers in de containersector zijn niet ingegaan op de eisen van de vakbonden. Protesten van boze havenwerkers zijn er al maanden. De bonden zeggen dat de eerste echte stakingen morgenavond plaatsvinden. Het conflict tussen bonden en werkgevers gaat onder meer over baangaranties en het loon van ouder personeel. De automatisering verdwijnen in de haven de komende jaren honderden banen. Morgen geven de bonden meer informatie over de acties. En het havenbedrijf Rotterdam heeft overwogen naar de rechter te stappen om de acties tegen te houden, maar doet dat toch niet? Nou, bonden hebben het recht, althans menen dat ze het recht hebben. Dat respecteren wij, dat is onderdeel van ons democratisch proces. Ik betreur dat nogmaals, want ik denk dat het voor werknemers slecht is, dat het voor werkgevers slecht is, dat het voor de haven slecht is. Maar vooralsnog zullen we dat moeten accepteren, is de visie op dit moment. Blijft staan dat ik hoop dat de bonden zo snel mogelijk weer terug willen keren naar de tafel om te onderhandelen en dat liever vandaag dan morgen. Maar u stapt niet naar de rechter voorlopig? Op dit moment kan ik dat bevestigen, dat dat niet het ons plan van actie is. En wanneer is het moment dat u zegt van nou gaat het te ver? Nou, dat is niet aan ons om te bepalen. Het juridisch kader bepaalt dat. Ik zeg al, het is heel goed verankerd in Nederland wat wel mag, wat niet mag. Op het moment dat wij de indruk hebben dat er acties plaatsvinden die niet mogen, juridisch, dan zullen we actie ondernemen. Zolang het binnen dat juridisch kader blijft, respecteren we dat. De gemeente Rotterdam heeft 3 mogelijke plekken aangewezen voor een nieuw Feyenoordstadion. De locaties werden bekendgemaakt tijdens de presentatie van allerlei plannen voor het gebied rondom de Kuip. Het ook wel het Stadionpark wordt genoemd. Het moet een gebied worden met veel ruimte voor sport, groen, wonen, werken en recreëren. Zolang niet bekend is waar het nieuwe stadion voor Feyenoord gaat komen, kun je de plannen voor het Stadionpark niet ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente Rotterdam uiteraard in overleg met Feyenoord de knoop doorgehakt. Er zijn 3 locaties over. Dat is de huidige Kuip, dus de locatie waar nu onze prachtige Kuip staat. En 2 locaties aan het water, aan de Maas. 1 ten westen van de veranda, 1 ten oosten van de veranda, aan het water. Met deze 3 mogelijkheden voor een nieuw stadion in gedachten kan het stadionpark verder worden ingekleurd. Je kunt een omgeving creëren die open is, ruimte geeft, groen is en sport uitstraalt. Sport en vrije tijd, recreëren, maar ook wonen. En dat allemaal in een heel groen gebied en een heel open en ruimtelijk prachtig gebied. Groot verschil tussen het vorige plan en het nu gepresenteerde plan voor het Stadionpark is de hoeveelheid woon- en kantoorruimte waar rekening mee wordt gehouden. Die gaat terug van 600.000 naar tussen de 50 en 100.000 vierkante meter. We willen de kantoren juist rond het Centraal Station en niet in dit gebied. En juist in dit gebied zien we juist kansen voor dat wonen, wat juist woningen kan opleveren waar juist heel veel vraag naar is in de stad. En waar we eigenlijk juist te weinig woningen voor kunnen bouwen. 2030 is alles klaar. Dat mag ik hopen, ja. Zei hij voorzichtig. Nee, dat moet kunnen. Natuurlijk, wij zijn nu in 2016 begonnen. Met de nodige tegenslag. We hebben een hele hoop te doen. We hebben procedures te doorlopen. We hebben een heleboel partijen die hier iets van gaan vinden. Maar mijn absolute echte ambitie is dat we dit besluit deze collegeperiode nog gaan nemen. Het liefst voor de zomer. Het gaat over de gebiedsvisie. En ja, dan moeten we kijken hoe snel er een stap gezet kan worden. Of met de huidige Kuip. Of met die nieuwe Kuip. Maar voor 2030 moet dat echt wel gebeurd zijn. En het plan voor het Stadionpark moet, als het aan het college ligt, nog voor de zomer door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Straks in Rijnmond Nieuws. Iedereen heeft zo zijn eigen goede voornemens voor 2016. Er moet 15 kilo af. Gaat het lukken voor de zomer, 15 kilo? Ja. Ja. De Rotterdamse woningcorporatie Vestia heeft schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen. Vestia leed in 2012 onder Staal een enorm financieel debakel van ruim 2 miljard euro als gevolg van speculatie met derivaten. De toenmalige commissarissen grepen niet in
Vestia trekt nu de rechtszaak tegen de bestuurders in en ontvangt in ruil daarvoor 4,8 miljoen euro. Precies een jaar geleden brak brand uit bij schokdemperfabrikant Koni in Oud-Beijerland. Het kantoorpand ging in vlammen op. Inmiddels is op dezelfde plek een gloednieuw gebouw neergezet. Sinds 3 dagen wordt er ook weer gewerkt. 6 januari 2015 werd ik om 6:30 gebeld met de mededeling dat Koni in de brand stond. Dat was erg schrikken en ik ben als een speer hier naartoe gereden. En in eerste instantie dacht ik van oké, we hebben wel eens vaker calamiteiten, maar dit was echt een hele serieuze calamiteit. En Koni stond echt in licht alaai. Het was een grote brand. De verwoesting na afloop van de brand was echt een heel pand weg. De hele fabriek stond onder water. Als je de fabriek inging, dan stond je echt tot je enkels in het water. 6 januari 2016. Er staat een volledig nieuw kantoorpand van 2 verdiepingen in plaats van 1. En er is voor gezorgd dat er een verbinding is tussen het kantoor en de fabriek. De fabriek kon 6 dagen na de brand weer draaien. Nou, dus dat is heel snel gegaan. Toen hebben we het kantoorpersoneel ondergebracht bij andere collega's. We hebben containers hebben we aangeschaft om mensen in te zitten. Uiteraard is dat geen prettige situatie om te werken, want ze zaten in kleine hokjes met 5 man, met 6 man. En dan is dit een verademing. Ja, het is wel prettig werk. Het is een mooie omgeving. En wat ik zelf belangrijk vind, je zit dicht bij elkaar, bij je collega's. We werken met het hele bedrijf. Iedereen zit in 1 gebouw. Ja, dat is voor vele malen beter dan dat je verspreid zit over een hele grote ruimte. De oorzaak van de brand bleek kortsluiting te zijn en was ontstaan in de tekenkamer. De brand kon zo groot worden doordat er geen sprinklers in het pand zaten. En die fout hebben ze niet nog een keer gemaakt. Burgemeester Abu Taleb heeft de Rotterdam Marketing Award gekregen. In de Laurenskerk dacht de burgemeester gisteravond de award aan iemand anders uit te reiken toen hij werd onderbroken door de juryvoorzitter. De 15e winnaar van deze award, ook daar was de jury blijkbaar unaniem over, is een ware inspirator. Moet u helaas, burgemeester, excuses. Als voorzitter van de jury moet ik u even vreed onderbreken, want er kan nog maar de 1e winnaar zijn. En dat is deze burgemeester. De Rotterdam Marketing Award is voor de man of vrouw die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het imago van de stad. En volgens de jury was de burgemeester in 2015 de ultieme ambassadeur van Rotterdam. Het is inmiddels een traditie geworden, de jaarlijkse kerstbomenjacht. Veel gemeenten betalen een klein bedrag per ingeleverde boom en dus is dit een leuke manier om een extra zakcentje te verdienen. Ook in Schavendeel trekken soms hele families erop uit om kerstbomen te verzamelen. €100 is een heel mooi bedrag, maar je moet het met z'n vieren delen. Ja, maar ja. Dat lukt wel. Met 25 euro voor ieder. Ik uit de kerstboom rijden. Volgens mij gaat hij beginnen. Ah! Ik wil niet mee naar de stort. Vanaf 13 mag je in Krantenwijk of Volderwijk. Ja, en dat hebben we nog niet. En ze hebben toch zoiets van ja, we zijn ook aan het sparen voor leuke dingen, voor een laptop of een tablet. Dus, of voor je spaarpot. Of gewoon voor je spaarpot. De kinderen waren natuurlijk aan het zoeken. Ja. Iedereen wil geld hebben. Ja, was het een harde strijd? Nou, soms wel. Nou, het is echt om gevochten. Nou, dat niet hoor, maar... Bloed, neus, tand door de lip. geen dode gevallen in ieder geval. Wij hebben zelf geen echte kerstboom, maar een nep. Want mijn broer Lucas is allergisch voor harige dieren. En de kerstboom is een harig dier? Nee, maar dit gaat wel gewoon. Nee, maar het is wel een beetje moeilijk, want daar moet hij dan telkens hoesten en zo. En voor het sportnieuws gaan we naar Portugal, waar Feyenoord, Excelsior en Sparta nog steeds op trainingskamp zijn. En Sinclair Bisschop is daar nog steeds voor ons. Vandaag bericht hij vanuit Portimão, de standplaats van Excelsior. En Sinclair, wat is het laatste nieuws bij Excelsior?
Ja, een enorme tegenslag voor Fons Groenendijk. Want Alessandro Dame, die 9 maanden een revalidatie nodig had nadat hij een zware knieblessure en operatie achter de rug had, raakte vandaag op de training, ja, op het oog toch weer zwaar geblesseerd. Gelukkig niet aan zijn rechterknie, maar aan zijn linkerknie. Maar nee, het zag er vervelend uit. Nou, bij Feyenoord is er ook nog wel nieuws, want nog altijd kunnen Erik Bottergien en Karim El Amadi niet met de groep trainen. Ja, Sparta speelde gisteravond de eerste oefenwedstrijd hier op het trainingskamp tegen Liersen. En dat werd een eenvoudige overwinning voor de ploeg van Alex Pastoor. Sparta komt in het oefenduel met Liers SK vlak voor rust op voorsprong. Clubtopscorer Thomas Verhaar gaat verder waar hij gebleven was en scoort ook nu weer. 1-0. In de rust wisselt trainer Alex Pastoor zijn hele elftal en komt ook de beoogde aanwinst Robert Klaassen in het veld. Ook in de tweede helft is Sparta de veel betere ploeg en geeft het eigenlijk maar 1 kans weg. En dat is het gevolg van deze blunder van Kees van Buren. Een opvallende rol is er voor Vince Stokkers. Hier zet hij goed door en stelt Hussein Dogan in staat om de 2-0 te maken. Dogan mag net als Van Buren vertrekken bij Sparta. Het wordt zelfs nog 3-0. Opnieuw is dat eerst van Vince Stokkers. Dit keer is het Melvin Vissers die profiteert van zijn goede voorbereidende werk. Sparta wint dus met 3-0. Vrijdag is SC Cambuur de volgende oefentegenstander. Het nieuwe jaar is een paar dagen oud en nu komt het er voor veel mensen op aan. Gaan ze de goede voornemens uitvoeren die ze tijdens de jaarwisseling hebben uitgesproken? Bij de sportscholen en de afslankclubs is het deze eerste dagen van het jaar in ieder geval erg druk. Slank naar de zomer toe. Door blijven gaan, ook met mindere goede resultaten. Ik had er rekening mee gehouden dat er wat bij was. Ik doe het specifiek voor echt voor mijn eigen, voor fit zijn en bezig zijn. Er moet 15 kilo af. Gaat het lukken voor de zomer, 15 kilo? Ja. Ja. Het is druk bij de Weight Watchers in Barendrecht. Waar de stoelen in de Betelkerk in december grotendeels leeg waren voor de wekelijkse pep talk voor de deelnemers, pelt het zaaltje van de afslankclub nu uit. Afgelopen jaar zagen we wel dat het een beetje verspreid onder januari, februari, maart. Maar deze week zie ik een behoorlijke stijging gelijk in week 1. En ook bij sportschool Fitland is het vooral in de avond en in het weekend dringen bij de fitnesstoestellen. Tussen 20% en 30% meer dan een normale decemberavond bijvoorbeeld. Sommigen beweren ook dat alles erbij gekomen is rond de feestdagen. Wat natuurlijk misschien heel erg sterk lijkt, maar kan gebeuren misschien. Maar laten we het erop houden dat ze gewoon allemaal een goede start willen maken. En daarom is het zaak om niet te hard van stapel te lopen, want dan ben je het na een maand wel weer zat. Het begint vaak gewoon lekker met 3-4 keer in de week om het gewoon rustig op te bouwen. En dan kun je het altijd meer omhoog gaan om juist zo'n dip te voorkomen. Bij de afslankclub kan het niet hard genoeg gaan. Maar veel mensen moeten hier wel een flinke drempel nemen voor ze zich aanmelden. Ik ga straks ook zeker zeggen dat ik het top vind en geweldig vind dat ze hier gewoon op de eerste week van januari aanwezig zijn. Want inderdaad, om hier binnen te stappen, nou ja, dan heb je een goede stap gezet. Ja. De goede verstaande die naar de weerberichten kijkt, Etty, heeft dat al lang gezien. Jij bent ook aan het afslanken. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb het al heel vaak geprobeerd, zeg maar. Een aantal keren gedaan, maar dit bevalt me heel erg goed. Ja, want hoeveel ben je al kwijt? Tot nu toe 14 kilo, precies. En toch heeft het al dus nog een goed voornemen. Er moet nog 6 kilo af. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Na het nieuws in 7 minuten deel 3 van het portret van de Beverwaard. Een heel bijzondere Rotterdamse wijk. Ik vind het eigenlijk heel dorps. Mensen zorgen ook wel voor elkaar. Af en toe krijgen we ook te horen van de buurvrouw van nou, ik maak me ernstig zorgen hoor. Want het gaat niet goed met mijn buurvrouw. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele mooie dingen. Dat is straks in 7 minuten. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Dag.